Ja, voorzitter, ik zal het voorbeeldig kort houden. Ik hoor mevrouw Bentebeke zeggen, ik had een compliment verwacht van de PVV. En ik vraag mij af, waarom verwacht mevrouw Becker een compliment van de PVV voor deze deal? Mevrouw Becker. Nou, dat is heel duidelijk, omdat we vandaag het Nederlandse asielstelsel weer een stukje strenger en rechtvaardiger hebben gemaakt. En volgens mij is dat iets wat de PVV altijd zegt na te streven. Alleen als het dan komt op concrete maatregelen, dan is de PVV daar altijd tegen, omdat ze uiteindelijk liever uit de EU willen stappen en liever willen kunnen roepen aan de zijlijn dat het nooit goed is en niet deugt. En dat is zo jammer, want daardoor maken ze eigenlijk nooit waar wat ze beloven aan hun achterban. En ja, ik zou het mooier vinden als we met elkaar kunnen samenwerken om in ieder geval dat ene doel van dat strengere rechtvaardige asielbeleid waar te maken. Meneer Asserkan. Ja, voorzitter, maar hier komt toch echt de essentie van deze deal naar buiten. En dat is inderdaad, zoals collega Van Ooyek aangaf en ik al eerder, is dat er per saldo geen enkele vluchteling meer naar Nederland komt. Wordt namelijk afgehaald van het aantal wat we hadden toegezegd van de UNHCR, van de meest kwetsbare, wat de vorige keer al door de VVD terug is gebracht van 750 naar 500. En dit is ook de reden waarom het CDA en de ChristenUnie zich in de luren hebben laten liggen. Het enige wat er gebeurt is dat per saldo het beleid strenger wordt. En in die zin heeft mevrouw Becker het goed gedaan en verwacht ze inderdaad van een extreme partij die liever vluchtelingen laat creperen, gewoon een compliment. Dat is de essentie van deze deal.